Dagelijks zijn we allemaal bezig om onze klanten van dienst te zijn en het gewenste product te leveren. Cruciaal is dat wij dit samen op een veilige manier doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega's en de gehele organisatie. Het is van belang dat gevaren worden herkend en erkend. Gevaren die kunnen leiden tot ongelukken die achteraf voorkomen hadden kunnen worden als medewerkers zich meer bewust waren geweest van de risico's. Daarom wordt van alle Martinair-medewerkers alertheid gevraagd. Alertheid die ervoor zorgt dat onveilige situaties worden geïdentificeerd en de maximale inzet van veiligheid wordt gewaarborgd. Om dagelijks de veiligheid van alle medewerkers te waarborgen en de risico's te beheersen, is het zogenaamde Integrated Safety Management System ingevoerd. Met het ISMS hebben we als doel dat iedereen in de organisatie zich bewust wordt van zijn of haar rol op het gebied van Environmental Safety, Operational Safety, Operational Security, Information Security en Occupational Safety. Dat betekent dus rekening houden met ons milieu, de kwetsbaarheid van onze branche door criminaliteit beperken, zoveel mogelijk veilige arbeidsomstandigheden nastreven en gezondheidsrisico's uitsluiten. Het ISMS is geen handleiding of extra laag van regels. Integendeel, het ISMS moet een gewoonte stimuleren. De gewoonte dat alle medewerkers vertrouwelijke zaken die tot onveilige situaties leiden, kunnen melden. We hanteren hierbij het principe just culture. Dat betekent dat een medewerker in principe niet zal worden bestraft voor het incident. Het gaat erom waarom het is gebeurd en niet door wie. Belangrijk hierbij is dat we het samen doen, want jij als professional in jouw vakgebied kunt helpen risicovolle situaties te identificeren door deze te melden. Alleen dan kunnen we leren van onze fouten en deze in de toekomst voorkomen. Dat betekent alert zijn op de werkvloer. Iedereen kan vanuit zijn eigenaarschap voor een deelproces hier een belangrijke rol spelen. Wij helpen elkaar en spreken elkaar aan. Het ISMS is een betrouwbaar systeem als we het met z'n allen dragen. 100% risicovrij bestaat niet. Maar we kunnen het wel zo veilig mogelijk maken voor ons allemaal. Daarom moeten we zorgen dat iedereen gemotiveerd is en vrij voelen om situaties te melden, zodat deze kunnen worden voorkomen. Met z'n allen zorgen we al jaren voor vluchten over de hele wereld. We leiden piloten op, doen het onderhoud en vervoeren heel veel vracht. Dat moet allemaal wel veilig gaan. Met het vliegen zelf... en bescherming van Martinair zijn we altijd bezig. Maar wat dacht je van het milieu? Dat is ook belangrijk. En tja, vergeet vooral je collega's niet. En uiteraard jezelf. Jullie moeten ook allemaal veilig kunnen werken. Kijk uit! Hè? Daarom Safety. Ons programma waardoor we allemaal nog veiliger werken. Dat doen we door met alle afdelingen samen risico's te vinden, daar iets aan te doen en van elkaar te leren. Maar hey, dan moeten we natuurlijk wel eerst weten wat er precies fout kan gaan. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Jij bent tenslotte de expert in je eigen werk. Dus wat voor werk je ook doet, doe dat veilig. En laat ons weten als het nog veiliger kan. Zo worden we met z'n allen de beste in veiligheid. Safety, zijn we samen. Dit was module 1 van de ISMS-training. In module 2 zullen we duidelijk laten zien hoe jij kunt omgaan met onveilige situaties. Welke rol iedere werknemer heeft in het ISMS en wat er van medewerkers van Martinair wordt verwacht. Van signaleren tot aanpassen. We willen dat alle medewerkers zich bewust worden van alle zichtbare en onzichtbare risico's op de werkvloer. Aan de hand van een aantal duidelijke praktijkvoorbeelden nemen we jou mee in de denkwijze van het ISMS als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden en laten zien hoe jij dat in de praktijk kunt toepassen. Dank voor jullie aandacht en tot ziens.